Deze nieuwsuitzending is heel heugelijk. Ik sta nu ongeveer 150 dagen droog. Ik ben half april ongeveer gestopt met drinken van alcohol en overgeschakeld op thee. Ik drink ontzettend veel thee. Maar dat is niet erg, toch? Ja. Lekker goedkoop ook. En ik rook niet meer. Geen tabak meer en geen wiet. Dat wil zeggen, uh, uh, ik rook af en toe een sjekje als ik op bezoek ben bij Wim. Mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin. Vandaag was ik even bij hem. En heb ik een paar sjekjes gerookt. Voor de gezelligheid. Maar niet meer uh, dat roken wat ik deed. Ik ga ook niet meer naar de kroeg. En, en wiet roken doe ik al helemaal niet meer. Helemaal nuchter. Erg fijn. Ik heb die periode zo ontzettend veel gedronken omdat ik gefrustreerd was. Uh, het trauma heet dat. Er is zo'n liedje van de... Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Zoiets. Boos, teleurgestelde. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was... En verloor, die weet wat ik bedoel. Dat was zo'n nummer toen op de radio. En ik was heel gelukkig. Ik, ik had een gezin. We hadden een leuk huis. In een leuke buurt. En een auto. We konden twee keer per jaar op vakantie. Geld genoeg. Drie poezen. Een kind. Een achtertuin, geen voortuin, maar wel een achtertuin. Oh, wat ben je nog meer? En toen kreeg de moeder van mijn kind. Ja, er was altijd al wat mee. Maar... En toen raakte ik alles kwijt. Ik vond dat heel moeilijk. En mijn kind werd verwaarloosd door die moeder. Dat vond ik heel moeilijk. En vooral toen ik het huis uit was. Uh, en ja, dan ben je met handen en voeten gebonden. Nou, ja, moet ik dat zo zeggen? Maar je, je kan er niks aan doen. En ik werd er helemaal gek van. Man. Oh, 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 oh. De Nederlandse samenleving is gezinsonvriendelijk. Daar ben ik achter gekomen. En ik heb geleerd wat de waarde is van het gezin. En wat de waarde is van het huwelijk. Dat heb ik geleerd in de periode dat dat gezin nog draaide. Dat was heel moeizaam, hoor. Die, die, de moeder van mijn kind was... Die heeft een trauma. En ja, mensen met een trauma zijn heel moeilijk om mee om te gaan. Maar niet, het is niet onmogelijk, hè. En ik besef heel goed dat als zij en ik, dus die moeder en ik, als we de juiste begeleiding hadden gehad en de juiste steun hadden gekregen vanuit de familie, dan was het veel beter gegaan. Dan was die scheiding niet gekomen. En hadden we nu, waren we nu gelukkiger geweest. Ieder, uh, iedereen, hè. Dus die moeder, ik, het kind, de familie. Zo. Ja. Wat heb ik geleerd daardoor? Doordat ik het Ik heb dat meegemaakt hoe het, toen het gezin nog draaide. Ja, moeizaam dus, maar het draaide. En hoe een gezin... Hoe dat een... Mensen bij elkaar brengt. Wij vierden de vier, mijn verjaardag. We vierden de verjaardag van de moeder van mijn kind. We vierden de verjaardag van het kind. Dat zijn al drie momenten per jaar dat je de familie over de vloer hebt. En ook vier je dan nog iets als Sinterklaas en Kerstmis. En dat is leuk. Het is leuk ook, dat vond ik dus, om die mijn eigen gezin waarin ik ben opgegroeid, dat was een, uh, ja, een slecht huwelijk met heel veel ruzie. En dan is het uit elkaar geknald. En als kind vind je dat heel moeilijk. In het algemeen is dat zo, en voor mij is dat ook zo. ja, dat vond ik heel moeilijk. En doordat ik een gezin had gesticht, kwamen bijvoorbeeld mijn ouders weer samen op mijn verjaardag of op de verjaardag van het kind. En of... dat doet je dan zo'n vreugde als kind, dat je je papa en je mama weer naast elkaar op de bank ziet zitten. Ja, of, ik, of, of ik ben de sentimentele zak, maar. Nee, dat is niet zo. Het is daadwerkelijk zo dat het aangenaam is. Je moet niet scheiden. Mijn ouders hadden een, een heel moeilijk huwelijk en alles. Maar zo'n scheiding hè, die mijn ouders hebben gedaan, achteraf denk ik ze hadden vol moeten houden. Denk ik achteraf. Mijn moeder dit hoort en ze nou. Die man die was echt niet om uit te staan. Ja, dat klopt ook wel. Maar mijn moeder was ook de makkelijkste niet. Maar scheiden is niet goed. Dat is absoluut uh, slecht. Kijk, een slecht huwelijk, de... ja, dat is vervelend. Maar een scheiding maakt een slecht huwelijk niet beter. En het was niet zo dat mijn vader mijn moeder mishandelde. Mijn vader die soop problematisch veel, dat was een probleem. Maar daar was hij toch mee gestopt, vroeg of laat. en mijn scheiding die ik uh, op mijn bordje kreeg, uh, ja, dat sloeg helemaal nergens op. Het heeft alleen maar een hele hoop geld gekost en een hele hoop toestanden opgeleverd. En ik vond het zo zielig voor ons kind, hè? Wat echt te doen met dat meisje? Nog steeds, mijn Het heeft mijn dochter een trauma opgeleverd, terwijl ze al in haar jeugd zoveel zorgelijke dingen had meegemaakt, omdat die moeder dat trauma heeft. En iemand met een trauma die geeft dat trauma door. Ja. Dan ook nog die scheiding eroverheen. Moest mijn dochter moest twee keer in de week over straat, bijvoorbeeld. Want dan moest ze naar mij komen, om dan bij mij te zijn. En dan waren dan ze twee keer bij mij geslapen, of drie keer of zo. En dan moest ze weer terug naar de moeder. En dan weer terug naar mij. En dan weer terug naar de... Meer... Dat doe je toch je kind niet aan, hè? Vind ik, hoor. En dan zie je dus wat je dan... Uh, wat die ellende is, die je krijgt door een scheiding. En daardoor zie je dan ook de waarde van het gezin. Dat is zo'n spreekwoord van. Uh, je weet pas wat iets waard is als je het kwijt bent. En tot die tijd is het allemaal normaal. En well, gewoon normaal. Hè? Maar dan ben je het kwijt en dan. En dan pas zie je de waarde. ...van wat je bent kwijtgeraakt. De gezinnen zijn heel belangrijk. En de gedachte die nu... ...in de samenleving is van... ...dat een... Uh, ...bij elkaar blijven voor de kinderen... ...dat staat gelijk aan... Uh, ...dom doen of zo. Uh, als... Uh, Onheus. Of jezelf voor de gek houden. Maar dat is niet waar. Dat vind ik nu. Hè? Daar mag jij anders over denken. Maar ik vind dat nu. Ik vind dat je bij elkaar moet blijven. Zeer zeker als de kinderen bij je in het spel zijn. Het is heel goed voor een kind om te zien dat. Uh, papa en mama. Uh, uh, iets voor elkaar over hebben. En dat ze volhouden. Ja, mijn dochter die zei ooit. Van, Ik ben erachter hoe ruzie werkt. Ik zei, oh ja, joh. Toen waren we nog getrouwd. Ja, zei mijn dochter. Een ruzie gaat als volgt. Uh, de een die zegt iets uh, heel erg lelijks. En die andere die uh, wordt dan boos. En die zegt dan iets terug, en dat is nog lelijker. En dan gaat die eerste weer iets zeggen, en dat is nog, nog lelijker. En, dan gaat, en dat gaat alsmaar door. Totdat een van beiden de mond houdt. En dan is de ruzie voorbij. Oh, nee. ja, zei ze. En jij bent altijd degene die uh, ervoor zorgt dat de ruzie voorbij is. Ja. Ja, aan mij heeft het dus niet gelegen. Niet dat ik een heel makkelijk iemand ben. Zo. Ik, ben ook, uh, ik heb zo ook zo mijn dingen. Dan moet je me met rust laten. en hè? Niet aan mijn kop zeuren. Maar dat mag toch. Hè? Moet je mij mijn ruimte gunnen? Zullen we me zeggen. Moet je rekening houden met mij? En dan ben ik weer helemaal uh, op een top en oh, dan kan ik weer van alles hebben. En... en in de regel ben ik iemand met een nou, gelijkgestemd uh, humeur. Niet echt met hele hoogtepunten en hele dieptepunten. Wat noemen ze iemand? Ja, gelijkmatig gestemd of zo. Ik word ook bijna niet boos. Ik kan een hoop hebben. En het gedrag van de moeder van mijn kind was ongelooflijk vervelend. En de relatietherapeut hielp helemaal niet mee. Ja, dat was een teleurstelling hoor. Van die man had ik meer verwacht. En van mijn familie ook. En toen mijn dochter 16 was, dat is in 2016, dat is nu dus drie jaar geleden... Toen is er iets in mij geknapt. Mijn dochter had toen een vriend aardige jongen. Het was zeg maar dat die last van mij afviel, in die zin dat mijn dochter een vriend had en ik nou dat gaat wel goed, en. Uh... En toen gebeurde er nog iets, dat die moeder die haalde een ongelooflijke k-streek uit. Toen heb ik mijn schoonouders gebeld. Ik was heel boos. Ik had mijn schoonouders zes jaar lang niet gesproken. Nu ben ik het zat, nu bel ik ze op. Nou, dat hielp gewoon geen s'nachts. En toen ben ik gaan slapen. En blowen. En Netflix kijken. En andere stomme filmpjes op internet. Een oude hoer in de kroeg. Een potje schaak spelen. Achteraf bezien kan je zeggen van jeetje pirrie, wat een stom idee. Nou, dan geef ik je helemaal gelijk. En het is niet verwonderlijk. Van de week is er een drama, uh, heeft er zich een drama afgespeeld. Wat een politieagent, die heeft zijn, zijn kinderen doodgeschoten, zijn vrouw doodgeschoten. Echt verschrikkelijk. En vandaag hoorde ik op mijn werk. Ik werk nu in de gehandicapte zorg als ondersteuner. En vandaag heb ik gewerkt op een activiteitencentrum. En mensen hadden het daarover en van een vrouw die daar was voor de activiteiten, dus iemand met een beperking, zeg maar. En die vertelde dus dat het ging om een man die. Nou, die had dus problemen met zijn vrouw en er was sprake van een scheiding. En toen dacht ik, ja, want het is verschrikkelijk. Ja, als vader, als man, ja, je leven, ja, je leven is voor beide. Dat is overdreven natuurlijk. Maar je krijgt wel een totaal ander leven. Wat op alle fronten, ja, zijn er dingen kapot en ja, je leven is niet voorbij, maar je kan wel helemaal opnieuw beginnen. En er gaan dingen, hoe moet ik dat zeggen, onomkeerbaar kapot. Dat is heel naar hoor. Ik weet nu wel met mijn dochter. Dat. Zij vroeg mij om iets. Mag ik dat en dat? En meestal als mijn dochter. Ja, het is toch je kind en zo hè. Ik hield met alles rekening. En. Ja, ze krijgt niet alles van mij. Ik hou er wel in de gaten wat ze al gekregen heeft. En nou, ze vroeg dus wat aan mij. En toen zei ik: Nou, ik snap al dat je dat wil. En je hebt net twee maanden geleden dat en dat gekregen. Ik vind het nou even genoeg geweest. En je mag wel krijgen wat je wil. Maar we wachten eventjes af tot bla 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 bla. bla, bla. Over een paar maanden. En dan, dan gaan we dat wel regelen. Maar nu niet. Want je hebt net wat gekregen. Of net. Twee maanden eerder. Het ging ook om iets wat kostte. Hè? Het was niet iets van 2,50 of zo. En dan even later komt mijn dochter bij mij. En we blij gezicht. Nou, ik heb het al gekregen. Ik zei: Wat? Ik had toch gezegd van. Uh, in de zomervakantie ben je aan de beurt. Ja, zei ze. Maar ik heb het tegen mama gezegd. dat ik van jou niet krijg. En. Uh, ja, een vriend van mama. Die, uh, die heeft het geregeld. En ik heb het van hem gekregen. Ja, dat is niet goed, hè? Daar werd ik. Uh, ja, dat gebeurde niet één keer. Nee, dat gebeurde vaker. Heeft ook te maken met die pathologie van die moeder. Die wilde dat kind voor zichzelf. En, uh, en als ze in de gaten had, dat ze dan ergens een mogelijkheid had om zeg maar, een voet tussen de deur te krijgen. Dan, oh, dat regelt mama wel. Maar dat regelde mama dan door uh, even te bellen met een van haar vriendinnen. Allemaal van het mannelijk geslacht. En al die mannen die zullen allemaal te popelen. Oh nee, dat regel ik wel even voor je kind. ja. 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 Maar papa vond het genoeg geweest. Je zou kunnen zeggen dat uh, ja, mijn kind verwend is. Op de verkeerde manier. Nee, dat was niet leuk. Nou en ergens in april dit jaar, toen, uh, toen vond ik het genoeg geweest. Het was een zondag, dat weet ik nog. Toen heb ik mijn uh, pakje schek nog opgerookt. Heb ik heel lang over gedaan. <laughs> een half pakje schek heb ik wel een week mee gedaan. Hele dunne schekjes draaien. En toen was dat ook op. En ja, dat was klaar. En behalve dus dat ik dan de afgelopen tijd ben ik een paar keer bij Wim geweest en nou, met hem een paar schekjes gerookt. En dan zitten we te kletsen over het leven. En over de CO2-idioterie. En andere dingen waar Wim en ik het echt over eens zijn dat het idioterie is. Dat is wel leuk. Wim is iets ouder dan ik. Hij heeft geen kinderen, hij heeft twee pleegkinderen. Kinderen die hem zien als een soort van opvangvader. En het was voor mij moeilijk om te erkennen dat het dus allemaal voorbij was. En dan wil je na zo'n scheiding nog redden wat er te redden valt, en zelfs dat wordt je heel moeilijk gemaakt. Ja, doordat er dan uh, hulpvaders opkomen draven en die regelen dan wel dingen voor jouw kind. Terwijl, ja, ik was toch degene die alles regelde voor mijn kind. Maar niet alles wat ze zomaar wil. Wat is dat nou? Ja, een beetje paal en perk stellen. En wat ik van papa niet krijg, dat krijg ik wel van Bert. Dat is niet de bedoeling. En dan ook nog andere dingen. Nee, dat is echt heel naar. En op een of andere vreemde manier is mijn dochter. Ja, die is, het is mama voor en mama na. En ik zit ergens op de achtergrond. En ik moet daar genoegen mee nemen. En dat moet ook. Dat, dat, uh... Ik was gefrustreerd, hè. Dat ik zo'n achtergrondsrol... Uh, hè, dus die, uh... die heb jarenlang heb je dat uh, gezin draaiende gehouden. Want die moeder deed helemaal niks in huis. Echt helemaal niks. Ja, ze deed de was. Voor drie personen. Ja, ha, 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 ha. Dat stelt niks voor. We hadden een wasmachine en een wasdroger. Uh, drie dagen in de week maakten ze warm eten. Eén uh, dag in de week stond ze als eerste op. Stond ze samen met het kind op. Dat was in het weekend. En dan maakten zij ontbijt. En drie dagen in de week maakten ze warm eten. En ze deden was. That's it. Meer deze niet. Stofzuigen? Gaat toch weg. Heeft zij ooit in die periode een uh, envelop van de bank opengemaakt om te kijken wat er afgeschreven was? Nee joh. Gewoon pinnen? Dat deze? En uh, mensen uitnodigen. De godganse tijd versieten man. Leuke dingen doen. Hè? En dan niet met mij hoor, nee, uh, met haar vriendinnen van het mannelijke geslacht. Want zij had liever vriendinnen met een penis dan vriendinnen uh, van het vrouwelijk geslacht, want die vond ze niet zo leuk. Ze dus had liever van die mannelijke vriendinnen. <laughs> Nou, het is maar wat je een vriendin noemt. Hè? Het is me ook opgevallen dat de Nederlandse samenleving. Ik zei dat net, gezinsonvriendelijk is. De Nederlandse samenleving is helemaal kwijtgeraakt wat de waarde is van een gezin. Ze snappen het niet meer. Ze denken dat alles maar moet kunnen. Maar dat kan helemaal niet. Gezinnen hebben waarde. En de moeder van mijn kind en ik, wij hadden bij elkaar moeten blijven. Dat had de relatietherapeut moeten beseffen. En dat had de familie moeten beseffen. En dan is dat er niet en dan gaat alles naar de ratsmede. Ik, ik ben er heel boos geweest op mijn moeder ook. Mijn moeder wist ervan, hè, van het wanstaltige gedrag van haar schoondochter. En niet één keer heeft ze uh, uh, haar schoondochter erop aangesproken. Ja, ik stond zes dagen in de week als eerste op. Om het ontbijt te maken. Zeven dagen in de week stond ik elke avond af te wassen en de keuken schoon te maken. Vier dagen in de week het warm eten op tafel zetten. En het was niet een pizza uit de supermarkt. Ik haalde verse groenten. Altijd. ...spersiebonen, peultjes, bloemkool, broccoli, zeg maar. Ik heb heel wat keer gebakken aardappels gemaakt, bijvoorbeeld. Dat is veel werk. Of veel, ja, redelijk wat werk. Aardappels koken dat deed ik dan niet zelf... Altijd de auto halen, als we weer ergens naartoe moesten. En, ja. en zij maar een beetje feest vieren. En mijn moeder wist dat. Die heeft er niks van gezegd. Zoiets als: uh, ja, dat is de moderne vrouw die. Uh, ja, dat is de moderne vrouw. Die heeft haar vrijheid nodig of zo. En toen ging die moeder ook nog vreemd. Helemaal, wanstaltig. Ons kind was vijf. Die vrouw ging vreemd. Ja, die, ja goed, dat kan je haar niet kwalijk nemen. Dat hoort bij de pathologie: het ziektebeeld. Maar als er niemand is in haar omgeving die tegen zo'n persoon zegt van hé, hey, waar ben je mee bezig? Snap je niet dat je alles kapot aan het maken bent? En dat je straks met lege handen zit? En dat je je kind aan het uh, verwaarlozen bent? En als niemand dat tegen haar zegt, ja. hoe kan je dan verwachten dat ik het in mijn eentje ga redden? Als zelfs de relatietherapeut niet meehelpt. Nee, dat is heel moeilijk. En dus is het begrijpelijk dat ik uh, ja, drie jaar lang ongeveer, dik twee jaar denk ik, uh, altijd bij elkaar, uh, met tweeënhalf jaar was ik buiten het beeld. Niet bereikbaar, voor niemand niet. Ja, voor mijn vrienden in de kroeg. Slap oude horen. En nu ben ik zover, uh, ja, doordat ik nu niet meer drink en niet meer uh, blow en uh, al die dingen niet meer heb. Uh, nu ben ik dan bezig aan het, aan het rouwproces. Aan het accepteren van het verlies. Je hebt het geprobeerd en je hebt verloren. Dat is het. En je hebt niet alles verloren, maar wel het belangrijkste. En dat wat je over hebt, nou, dat moet je dan nou, nog. Ja, dat moet je dan maar waarderen. Maar. Ja, de relatie tussen mij en mijn moeder, bijvoorbeeld. die is uh, naar beneden bijgesteld. En ik zie niet hoe dat nog kan. Uh... Nee. Hoe dat nog kan verbeteren, wou ik zeggen, maar dat is niet aan de orde. Dat woord is niet goed. Het beeld wat ik had van mijn moeder, dat klopte niet. De, de hoop die ik had, de, de idee die ik had, zo, dat, dat klopte niet. En ik ben nu niet meer boos op mijn moeder. Maar... Ik zal je iets grappigs vertellen. Ik... Mijn moeder gaf mijn kind een stekje van een plant. En die plant die heeft ze al... Oh. Ja, die had... Die... Heeft ze echt heel lang gehad. Dat is zo'n vetplant en die is niet kapot te krijgen en die heeft ze altijd uh, meeverhuisd. Daar had ze een stekje van gemaakt. En in een potje gedaan en heeft ze mijn dochter gegeven. En dat plantje had ze dan hier op haar kamer bij mij. En zij heeft niet voor die plant gezorgd. Maar die plant is niet kapot te krijgen. <laughs> dus, uh... Ja, die stond dus op haar kamer, helemaal verdroogd en verdit. En, ja. maar toen was ik gestopt met dat uh, suipavontuur. Uh, mijn woning was een ongelofelijke rotzooi en vies. Toen ben ik alles gaan opruimen, allemaal oude troep weggegooid. Uh, allemaal spullen die ik niet nodig had, via Marktplaats verkocht. En, uh, je kent het wel. En dat plantje, dat leefde nog. En die heb ik een mooie pot gegeven, potgrond gekocht. En die fleurde helemaal op. Hè? En die ging wat te groeien, man. Van al die goede zorgen van mij. Hè? En die groeide uit zijn pot, in, in no time. In een paar maanden tijd was die uit die nieuwe pot gegroeid. Ik denk, kom, ik ga hem verpotten. Dat is inmiddels gebeurd. En tijdens dat verpotten uh, brak er een stengeltje af. En die, bij die plant gaat dat heel makkelijk. Want ik heb dat niet wild gedaan. Dat echt, ik, maar dat hoort een beetje bij die plant. Die, ja, daar gaat makkelijk een, een stengeltje af. En ik dan kom, dat is een mooi moment om mijn moeder even te bellen. Want ik had het plan opgevat om dat sengeltje dan te zien als stekje. Hè? En dan ga ik die stekken. Dan maak ik daar weer een nieuw plantje van. En die geef ik dan weer aan mijn dochter. Dus ik bel mijn moeder op. En ik had dat op zich niet hoeven doen, want ik had zelf al kunnen verzinnen hoe ik dat moest aanpakken. Maar ik denk voor alle zekerheid bel ik mijn moeder even op. En dat is toch leuk, hè? Bel je je moeder weer even? En dan mijn moeder zo van, oh ja. Nou, dat moet je zo en zo doen. Met zo'n zo vlakke stem. Hè? Helemaal niet enthousiast of zo. Ook helemaal niet vragen van hoe gaat het nou op je werk? Mijn moeder dat weet dat ik een nieuwe baan heb en dat het iets heel anders is dan dat ik ooit gedaan heb. Ik zit nou in de gezondheidsdingen, gehandicaptenzorg. zorgen. Dat is wel even wat anders als de automatisering. En dan denk ik ja, man. Kijk, het gaat mij natuurlijk ja, aan de ene kant wel om dat advies voor dat stekje. Dat wil ik echt wel weten, dat ik het goed doe. Maar natuurlijk deed ik het goed. Dat was een kwestie van dat ding in het, dat takje scheef afsnijden. En dan in een, een, een waterglas doen. En in de vensterbank zetten. En dan komen er worteltjes aan. En als er worteltjes aankomen, dan de hele handel in een potje met aarde. Dat is, al, dat is alles had ik zelf ook kunnen verzinnen en dan nu denk ik van ja ik vind het zielig voor mijn moeder snap je wat ik bedoel ik was heel boos op de ik was gefrustreerd ik heb dat ook tegen haar verteld dat ik gestopt was met zuipen en tegen haar verteld van nou ik ben gestopt met drinken dus een paar maanden terug hoor dat ik haar daarvoor belde want ik belde mijn moeder ook helemaal niet meer. Ik was zo boos op dat. Ik zat hier gewoon met mijn boze kop bier weg te tanken. Ik was er helemaal geen zin meer in. Want toen belde ik haar weer. En mijn moeder zo. Oh, oh, oh. En toen was ze toen wel blij verrast dat ik eindelijk weer belde. En toen zei ik dus: van, Nou, ik heb ons echt ontzettend veel gesopen. En ik doe het nou niet meer. Ik ben gestopt. En vertelt dat ik gefrustreerd was. En dat ik dus gefrustreerd was over. Ja, niet alleen door haar, maar ja. Dat zij er ook, dat ik meer van haar verwacht had. Hè? En daar reageerde ze niet of nauwelijks op. Ze, werd, ze ging in de verdediging. Ja, dat slaat nergens op. Ze had moeten doorvragen. Ze had moeten vragen: wat had je dan van mij verwacht? Ja. En nog beter was als ze gezegd had: Van ja, ik snap dat je. Ja, ik snap dat ik je heb laten zakken. Ik snap dat je me nodig had. En ja, ik, ik ben er niet voor jou geweest. En ja, en, en dat. Dat ging ten koste. En alles bij elkaar ten koste van het plezier, het jeugdgebeuren van haar kleinkind. Want de, de, mijn kind heeft er ja, zwaar geleden onder die scheiding. En dan mijn moeder dan, uh, erin springen van. Nou, maar dan uh, mag ze komen logeren. En dan ga ik met haar uh, leuke kleren kopen. En, ja, dat kan je wel doen. Maar dat was niet waar ik om vroeg. He, als er dan een keer een scheiding is, dan. Uh, ja. En dan die moeder die koopt, dan geen kleren voor mijn kind, bijvoorbeeld. He, dat was die, die verwaarlozingstoestand. Ja, wat ik had. Dat heb ik mijn moeder ook gevraagd: Want bel je schoondochter op en, en zeg tegen haar dat ze kleren moet kopen. Ze krijgt toch alimentatie? Ja, dat is niet zo om dat uit te geven samen met haar vriendinnen van het mannelijk geslacht in leuke horeca-aangelegenheden. Dat is om naar uh, de winkel te gaan en winterschoenen te kopen voor je kleinkind. En mijn moeder die dacht, van, nou ja, als dan mijn schoondochter geen kleren koopt voor mijn kleinkind, dan ga ik wel lekker kleren kopen met mijn kleinkind. Ja, maar dat is de bedoeling niet. Die moeder moest tot de orde geroepen worden. Ja. Ja, nou, mijn moeder heeft er helemaal niet. Ja, niet correct op gereageerd. Ik vind het zielig voor haar. Ja. En dan bel ik haar met die vraag om dat stekje en dat is dan. Nou, om ook aan te geven naar haar toe. Van, ja, ik ben echt niet boos meer, daar gaat het helemaal niet om. Het is een, het is een drama wat zich heeft afgespeeld. En... Nou, ik ben nu uh, hè, zover van. Nou, dat is mijn verlies en uh, dat is het dan ook. Het leven gaat door hoor. Maar dan mag zij toch ook wel hè, weer een stap gaan zetten? En blij zijn of zo dat ik niet haatdragend ben. Nou, dat zijn zo van die dingetjes. Maar de waarde van het gezin... daarom heb ik het ook in de titel gezet... Hè? dat heb ik ontdekt. Dat is heel belangrijk. Ook voor degene die dan hiernaar luisteren... als je nou jong bent... en hè, je gaat misschien nog een gezin stichten... Dat moet je doen. Het is belangrijk dat je dan. dat je je partner goed kiest. Maar besef goed dat. Uh, je partner. die. Uh, ja, die kies je dan op, op basis van. hoe die persoon dan is op dat moment. Maar die zit in een fase. van zijn of haar leven. En mensen veranderen. En die veranderingen die die mens meemaakt, en ja, jij gaat ook veranderen. En dan is het de truc om uh, in, die, in al die veranderingen om elkaar toch die ruimte te laten en bij elkaar te blijven. Dat is een opgave. En daarvoor zal je moeten offeren. Uh, niet alles zal kunnen. En zeker als je kinderen hebt, dan doe je het ergens voor. Dus dat offer wat je brengt, dat heeft daarmee een waarde. Ik zal er nog wel meer over gaan beschouwen hoor, en andere beschouwingen over het gezin. Het belang daarvan. En onze samenleving die zo makkelijk doet over gezinnen, in die zin van nou oh, dan ga je toch scheiden en nou oh, dan komt er weer een nieuwe papa, dat kan helemaal niet. En die situatie heb ik nu hoor, de, de moeder van mijn kind die heeft dan een nieuwe vriend. En mijn dochter is dan, die woont op kamers en zo. En dan gaat dan die nieuwe vriend, die zorgt wel voor van alles. Ja. Maar dat hoort helemaal niet. Dat hoor ik te doen. Voor zover er een man nodig is die dan komt helpen. Nou, sommige dingen kan mijn dochter gewoon zelf. Maar dat hoor ik te doen. Dat is mijn taak. En niet die van een of andere, ja, vindt, kerel. Ja, toch? De relatie tussen mij en mijn dochter heeft ernstige schade opgelopen. Gewoon door het feit dat je minder tijd met elkaar doorbrengt. Dat je dus minder herinneringen maakt met z'n tweeën. dat je minder karma opbouwt. Dus een, uh, dat klopt dus niet, je? Uh, Mijn dochter, die, uh, ja, die, die is. De, haar de helft van haar DNA dat is van mij dat is mijn DNA en DNA dat hoe moet ik dat nou zeggen uh, iedereen doet alsof de DNA um, een soort. Uh, ik zit even te zoeken naar woorden. Ik heb dit niet voorbereid. Uh, dat DNA, dat heb je dan. En uh, jij bent dan je DNA of zo, hè? Maar je DNA, dat is ook een. Uh, dat wat je meemaakt, dat wie je bent. Dat. Ja, dus euh, jij beïnvloedt je DNA, zo, zo moet ik het zeggen. Dus de manier waarop je denkt, zo is het, de manier waarop je ervaart, beïnvloedt jouw DNA. De DNA is dus meer dan een, een DNA-profiel kunnen ze bepalen. En nou, dat DNA-profiel dat dat kan je niet veranderen, dat denk ik niet. Maar wel hoe je DNA uh, zich gedraagt. We weten daar nog niet veel van. Maar iemand als Bruce Lipton. En Lipton, dat schrijf je net als de Lipton T. L-I-P-T-O-N. Lipton. En dan Bruce, B-R-U-C-E. Je kan het zo opzoeken. Biology of Perception zijn hoofdwerk. DNA is een heel volgend iets. Dus jou... dus dat wat ik heb meegemaakt, dus mijn herinneringen als het ware, die hebben mijn DNA op een bepaalde manier geactiveerd. En dat geactiveerde DNA van mij, zoals al alle DNA is geactiveerd door wat je meemaakt, wat je, je perceptie, je ervaring. En dat zit in dat kind. Dus niet alleen heeft zij mijn uh, moleculetjes van DNA, nee, ook mijn jeugdherinneringen zitten in haar. Zover gaat dat. En die nieuwe papa die ze dan nu heeft. Met, met die man deelt ze helemaal niets. Dat is een vreemde. Die hoort daar niet. Snap je? Dit wordt nog hele. Uh, ja. Om dat tussen mij en mijn dochter helemaal goed te krijgen. Nou, uh, ik weet het niet. Ik denk dat er. Ja, dat, uh, ja die, die schade is uh, onherstelbaar. Die afstand die er gekomen is tussen mij en haar, dat, dat, dat kan niet meer gerepareerd worden. En dat zie ik nu in. En accepteer dat. Het is een, hè, zij is dus nog steeds mijn kind, maar het is maar uh, ja tien, twintig procent van uh, mijn kind. Mijn dochter zei ook tegen mij: van uh, ik ben atheïst. En er is geen gespreksruimte tussen mij en haar om het daar eens even over te hebben. Want het kan natuurlijk niet. Nou, zie ik. ik heb het daar uitgebreid over gehad in andere beschouwingen. Dat het begrip atheist, uh, uh, dat is onzinnig, letterlijk. Het, het heeft geen zin. Een ATS heeft per definitie een zinloos leven. En het leven is niet zinloos. Het leven is zinvol. En dan was ze mijn dochter. Afgelopen vrijdag was ze bij mij en ja, dan, dan komt ze wel even bij me langs en dan lalala, dat is het wel gezellig. Dan doen we eerst wel dingetjes die binnen het kader dan nog passen. Dan is dat ook wel leuk, en we lachen. En... Maar het is dan altijd weer zo dat ze zegt: Oh, ik ben moe, en ik moet op tijd naar bed. En dan, en dan moet ze op tijd weer weg. Er is altijd wel een smoes om snel weer weg te gaan. En dan laat ik haar maar gaan. Maar het hoort niet zo te zijn. En haar broertje, ze, de, de, haar moeder is voor de tweede keer zwanger geworden toen ze acht was. En ik denk dat dat een jongetje was. Ja, die is, uh, ja, die is geaborteerd. Die is dan ja, letterlijk aan stukken gesneden. Dat is heel erg. Dat is ook een drama. En die scheiding die kwam dan ongeveer een jaar daarna. En die abortus die heeft erin gehakt, man. Maar daar wil mijn dochter het niet over hebben. Snap je? En ik wel. En mijn dochter niet. <laughs> En ik wel. En mijn dochter niet. Ik vraag me af of mijn dochter en ik het ooit kunnen gaan hebben over die abortus. Ik denk het niet. Maar het zou wel moeten. En wat er heeft plaatsgevonden, dat is in mijn woordenboek, is dat iets wat gelijk staat aan moord. En als jij nu zegt van ja maar Piggy, dan maak jij van die vrouw, de moeder van mijn kind dan maak jij dan een moordenaar van. En dan zeg ik tegen jou nee. Die moeder heeft van zichzelf een moordenaar gemaakt. Want het is moord. En dat ik het benoem Het betekent niet dat ik van die vrouw een moordenaar maak. Zij heeft die moord laten plegen. En dan kan jij zeggen van ja, maar volgens de Nederlandse wet. is het alleen maar een medische, medische handeling. Meer niet. Zoals dus iemand een vrat laat verwijderen omdat hij daar last van heeft of zo. Hè? Dan geldt dat niet als moord. Of als je je teen nagels knipt, dan is dat geen moord. Hè? Dus een mens mag doen met zijn eigen lichaam wat hij wil. Nou, ja, ik zal niet nog meer voorbeelden noemen, maar er van alles te binnen wat je kan laten amputeren. O of laten verwijderen. Maar die moeder heeft niet iets gedaan met haar eigen lichaam. Nee, dat was het lichaam van mijn tweede kind. Die, dat het lichaam van mijn tweede kind is in stukken gesneden. Niet haar lichaam. Dat heeft ook schade opgelopen. En. Nou, zij heeft een enorme weerslag gekregen van die abortus. Ze werd echt helemaal gek. Ze was toch al zo labiel, maar na die abortus was er geen land meer te bezeilen. Dus mijn dochter, die was twee maanden nadat die abortus had plaatsgevonden, was mijn dochter jarig. Of zes weken daarna of zo, zoiets. Vrij kort daarop. Heeft mijn dochter voor haar verjaardag geen cadeaus gekregen? Ik werd helemaal gek. Die, die vrouw, die. nee, die, 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 die verzond van alles. Om er maar voor te zorgen dat haar kind geen cadeau zou krijgen op de verjaardag. Snap je even hoe gek die vrouw werd? Dat doe je toch niet? Je, je gaat toch niet. Verhinderen dat je enige kind op haar negende verjaardag helemaal geen cadeaus krijgt. Daar ga je toch niet voor zorgen? Nou, dat heeft die moeder wel gedaan. Knette gek was ze. En zij heeft dus haar eigen lichaam schade toegebracht. Ja, lichamelijke schade, want ja, een dat Je, je haalt even een, een. Je schopt je hele lichaam ondersteboven. Het kind was veertien uh, weken. 3,5 maand. Het kind had dus een hartslag. Een bloedsomloop. Hersenen. Het schopte al in de buik. Ik heb die buikwand zien bewegen. Een levend wezen, even chop-chop. Geen geintje, man. En dat was dus het lichaam van een ander. Het was niet haar lichaam wat stierf. Nee, dat is moord. Logisch gesproken. Is het moord. Wat er heeft plaatsgevonden. Er was geen medische indicatie. Helemaal niks. Het was heel hard wat die vrouw heeft gedaan. En dan krijg je dus die, die reactie van mijn dochter... die alleen maar dan meer naar mama toe trekt. Als mama zoiets heeft gedaan, nou dan had mama het heel moeilijk. Dus mama moet getroost worden. Dus dat, een vrouw die geslagen wordt door haar man, daarvan wordt wel eens gezegd, van, ja, waarom gaat ze dan niet weg bij zo'n man? Hè? En dan kan zo'n vrouw dan zeggen, van ja hij slaat me wel en hij ramt me echt helemaal in elkaar en dan moet ik met een zonnebril over straat, want anders vraagt iedereen waar die blauwe ogen vandaan komen. Maar dat doet hij alleen maar omdat hij zo heel veel van me houdt. Heel, dus degene die. de, de dader. Eh, die krijgt juist die. sympathie. Want die doet dat alleen maar omdat die dader zo gevoelig is. Snap je? Nou ja. Hele harde. Ja. En daarom vertel ik dit dan ook allemaal aan jullie. Hè, met mijn 150 dagen droog. Dat ik dit nu met droge ogen, die feiten kan aanschouwen. En jullie kunnen zeggen dat het gezin heel belangrijk is. En ik kan jullie oproepen om te gaan nadenken over het stichten van een gezin. En dat offer te brengen om de rest van je leven. Bij de vader of de moeder van je kind te blijven. Alsjeblieft. Meer waarde biedt het leven niet. Heel strak wat ik nu zeg. En ik weet dat ik het ergens over heb. En op zijn hamburgs <laughs> zeg ik tegen jullie. Tjus en dag liefers.